Hallo allemaal, ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Vandaag leg ik uit hoe ik mijn huid verzorg en toon ik mijn dagelijkse routine om er goed uit te zien. Klaar? Hier gaan we. Stap 1. Reinigen. Ik reinig mijn huid 's ochtends en 's avonds, ook als ik geen make-up draag. Voor mijn gezicht gebruik ik een reinigingsmelk. Ik doe overal op mijn gezicht wat reinigingsmelk en smeer ze uit met ronde bewegingen naar buiten toe. Daarna verwijder ik de melk met een wattenschijfje. Vervolgens verstuif ik wat thermaal water op mijn gezicht om te verfrissen en maak ik mijn huid weer droog met een papieren zakdoek. Nu is mijn huid proper. We zijn klaar voor de volgende stap. Stap 2. Hydrateren. Door de behandelingen is mijn huid erg droog en trekkerig geworden. Het is dus heel belangrijk dat ik ze goed hydrateer. Ik gebruik een voedende crème die ik zachtjes op mijn huid aanbreng en langzaamaan laat inwerken. Ook mijn hals vergeet ik niet. Mijn hydraterende crème dient ook als basis voor mijn make-up. Voor mijn oogcontouren gebruik ik een aangepaste crème. Die breng ik in lichte tappende bewegingen aan. Sinds ik behandelingen krijg, heb ik droge lippen. Die hydrateer ik elke dag met een herstellende balsem. Mijn huid is nu goed gehydrateerd. We zijn klaar voor stap 3. Soms heb ik rode vlekjes op mijn huid. Daarom gebruik ik groen om ze te camoufleren. Daarna doe ik wat fond de teint op de rug van mijn hand. Die breng ik aan op mijn hele gezicht. Hiervoor gebruik ik cirkelvormige bewegingen. De bedoeling van fond de teint is niet dat je er goed uit gaat zien, maar wel om je gelaat egaal te maken. Na de fond de teint gebruik ik een vloeibare concealer. Hiervoor maak ik een driehoek en die vervaag ik weer. Om ervoor te zorgen dat mijn fond de teint en concealer goed houden, breng ik wat compact poeder aan op mijn gezicht. En dan de finishing touch om er echt goed uit te zien. Blush! Zo, dat was mijn dagelijkse routine voor mijn gezicht. Wil je ook weten hoe ik mijn ogen en lippen opmaak? Bekijk dan mijn filmpje over dat thema.